Een hele goede dag. We zijn hier met Ilias Bannis. Hoe vond je het gaan? Ging goed. Sneller dan verwacht. Voor de rest, ja man. Zoals ik al dacht. KO'tje. Zoals je had gedacht, gehoopt. Daarvoor hadden we je natuurlijk gezien in de kleedkamer. Kreeg je ook al de instructies mee. Laat hem maar komen. Knie erop. Gameplan. We hebben gameplan aangehouden zoals we zeiden. Laat hem in die knie lopen. En eindstand is in die knie gelopen en ging hij liggen. Hij stond niet meer op. Dus gameplan is geslaagd. Is dat een van je zwaarste knockouts die je tot nu toe hebt gegeven? Als ik eerlijk moet zijn wel, want hij bleef heel lang liggen. Dus hier wel, man. Gaat het nu al wat beter met hem? Hij zag er nog een beetje dizzy uit, maar voor de rest op zich gaat het wel goed met hem. Dus ik ben wel blij, weet je. Ik zag op de lijst staan Team de Jager, maar was eigenlijk nu Vos Gym. Hoe bevalt het daar? Het bevalt heel goed. Ik zit daar al 1,5 tot 2 jaar bijna, zit ik, dat ik daar al train. Maar het was iedere keer een paar keer in de week en nooit echt achter elkaar. En nu een paar weken terug heb ik uiteindelijk die switch gemaakt naar Vos Gym. Gewoon weg omdat het niveau daar echt kei hoog is, weet je. Dus ik had die stap nodig. En zo zie je maar. Je wil gewoon meedraaien met de top, dus het is begrijpelijk. Ik bedoel House of Legends. Ivan Hippolyte onder andere en natuurlijk meerdere. Ik vind dat je heel goed hebt gevochten, persoonlijk. Overzicht behaalde. Wanneer is je volgende partij? Ik heb nou nog even niks staan. Ik ga nou even een weekje, twee weken ga ik even niks doen. Ik heb 3 tot 4 partijen achter elkaar gedraaid, dus mijn lichaam heeft even rust nodig. Maar zover ik weet is het weer april, feitens. En maart als het goed is, wanneer ik weer een partijtje. Lekker man, ik wens je sowieso heel veel succes. Ik weet dat je een strijder met een killer bent, dus ik ga je sowieso april zien. Heb je misschien nog wat wil je zeggen tegen je fans, eventueel je sponsors? Ik wil sowieso mijn sponsors echt bedanken. Wie zijn dat? Zoals je kunt zien, Ben Notebook en More. En kan ik zeggen, hun helpen mij ook echt, weet je. En voor de rest, iedereen die maar komt supporten, ook super erg bedankt, weet je. Dikke love naar hem, man. Sowieso. Love. Ilias is hier zo. We gaan zo meteen de volgende doen. Dankjewel voor je tijd. Love. Bang, bang.